dakloos. Voordat je dakloos was, toen had je gewoon een normaal leven, huisje, bompje, beetje, ja. Vrouw en kind. Wat is er gebeurd? Wat is er misgegaan? Een onterechte uithuiszetting. En vervolgens heb ik de keuze gemaakt om op het surfdorp te gaan wonen. En ik had hier en daar gehoord, nou, trek daar 2 jaar voor uit om dat weer recht te trekken. Nou, het werd 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar. Toen hield het surfdorp op. Maar iedereen was er klaar mee. En het was over het hoogtepunt. Dus het was op zich wel goed dat het ophield. Maar mijn huis werd weggetakeld. En ik ben tot het laatst gebleven. Nog na de sluiting heb ik nog 2 weken er gewoond. Maar ja. En toen kwam er een periode van het nemen van verkeerde beslissingen. Ja, want je had geen woning meer. Ik had geen woning. Ik kon ergens logeren. Ik zou daar kunnen wonen als antikraak. En dat ging niet door, want iemand anders ging er wonen of het was al vol. Nou, en toen kwam er een rollercoaster van allemaal lief en allemaal heel fijn. Stretchers in een garage. Bij vrienden en familie? Ja, bij kennissen. Nou, familie niet. Bij kennissen. Ja. En geen inkomsten, een verlopen paspoort, ingeschreven in Curaçao. Dat moest ik op een gegeven moment doen. Omdat ik, waar ik ingeschreven stond, moest ik me uitschrijven. En het enige wat ik kon bedenken was dat adres in Curaçao. Toen was mijn paspoort verlopen. Toen moest ik naar Curaçao voor een nieuw paspoort, maar dat kon ik niet omdat ik een verlopen paspoort had. En zat toen in, ik noem het de dakloze Catch 22. Je kan niet vooruit, je kan niet achteruit. Wat ik later... veel later in de dagopvang heb gehoord, is dat een veel voorkomend iets dat je in een sociaal-maatschappelijke catch-22 komt. Ja. Of het nou is dat je meisje zegt donder maar op en je baas de volgende dag zegt je bent ontslagen. Dat zijn allemaal van die dingen die je overkomen. En als één ding je overkomt is niet erg, in combinatie met de rest zit je dus zo in de Wagenstraat en ben je nummer 148. Goed, dat heb ik een hele tijd kunnen voorkomen, totdat ik erachter kwam, oké, echt geen geld, geen plek meer. Ik kon toen op een poes passen een maand, nou, daar ben ik enorm van opgeknapt, in een gewoon in een huis. En toen zei er een kennis, bood me er sleutels aan. Ja. Ik kon daar een matrasje neerleggen, ik kon daar even zijn, even bijkomen. Ja, en die besloot... op te houden met het slikken van medicatie. En dan kom je in een heel rare situatie terecht. Enerzijds denk je, ja, mafkees, hoef je me toch niet op straat te zetten? Ja. Anderzijds denk je, ja, jij kan inderdaad niet beter weten zonder die medicatie. Nee. Dus, maar dat hield dus ook op? Dat hield dus ook op. En toen was het dus nummer 148 op de Waagstraat. Wat is nummer 148 dat op de Waagstraat? Dat was mijn nummer. Dat was mijn personeelsnummer op de Wagenstraat. Dat is de dagopvang? Dat is de dagopvang. En sta ik een maand later op tweede Pinksterdag op straat. En dat is dan zo'n bijzonder moment. 10 dagen prachtig weer. Droog. Ja. Die nacht regent het. Ja. Waar ging je toe slapen? Nergens, rondgelopen. Overal geprobeerd te kunnen slapen, niet gelukt. Paniek, angst, nat, koud... En toen maar naar het CCP-loket. Gesprek met GGD, GSD. Fotootje, dakloze pas. En naar de Zilverstraat. €2 per nacht. En hier, €2 die moest jij betalen. Ja. Ja. En de eerste nacht dat ik er sliep, of sliep, in bed lag. Hoe gaat dat? Je komt daar binnen en dan? Je komt daar binnen. Je zegt je kistnummer. Dat was 51, dat krijg je dan toegewezen. Ja. Daar stop je alles in, riem, schoenen, alles. Behalve check en vloedjes en filterdipjes. Daar stop je alles in. Dan ga je met je armen zo staan en word je gefouilleerd. Later kom je erachter dat... Beetje zoals in de gevangenis. Beetje zoals in de gevangenis. Ook geen aansteker. Ik was dus verbaasd dat mensen een aansteker hadden. Maar die stoppen ze bij hun ballen, want daar wordt niet... gefouilleerd. Ja. Daar kunnen zakken wiet in, noem maar op. Dus een heleboel dingen gaan gewoon door. Maar je wordt wel elke dag gefouilleerd. Dat begrijp ik. Dat is ook voor je eigen veiligheid. Maar dat doet je gelijk realiseren. Oh, is het hier al zo onveilig? Ja.
Maar hoe is dan die eerste nacht? Die eerste nacht was vreselijk. Een cacophonie van gesnurk, wat ik in de 6 weken daarna nimmer meer gehoord heb. Het leek wel of iedereen dacht, nou laten we Michiel even ontgroenen. Ja. Er was me ook verteld, er wordt gevochten. Mensen uit het Oostblok ruiken standaard naar drank en zijn luidruchtig en onbeschoft. En dat heb je ook meegemaakt, vechtpartijen? Ja. Mensen, uitgeprocedeerde mensen uit Afrika, die hebben niets meer, letterlijk. Die zijn ook vaak heel erg aanwezig op een vervelende manier. Dus dat brengt, bij mij heeft het een soort van permanente angst en alertheid met zich meegebracht. Ik merkte toen ik niet meer dakloos was dat ik schouders liet zakken. Ik zag een andere Michiel in de etalages voorbij lopen. Ik was echt bang. Ondanks dat ik 1,94 ben, ben ik daar in die weken Zilverstraat bang geweest. Maar ben je ook mishandeld? Nee. Nee. Niet verbaal, niet fysiek. En hoe heb je dat voor elkaar gekregen dan? Ik denk dat ik heel goed om me heen heb gekeken en gezien heb dat iedereen alles overboord zette. En ik heb juist geprobeerd dat... Wat bedoel je met alles overboord zetten? Bepaalde moraliteit, ethiek. Dus niet meegaan in het schelden, niet meegaan in het jatten van cheque, niet meegaan in oeverloze discussies die nergens over gaan. Ik was heel stil, in een hoekje. En ik bemoeide me met zo min mogelijk. Ging alles uit de weg. Zodra er oproerkraaiers het rookhok binnenkwamen bijvoorbeeld, ging ik weg. Alles wat ik zag waarvan ik vanuit natuur iets aan wil doen, mijn mond gehouden. Dat is moeilijk voor jou? Ja. Als ik zie dat iemand echt seksueel misbruikt is en ik kan daar niks aan doen vanwege mijn eigen veiligheid. Dan heb dat, ik dat gebeurde? Ja, dat gebeurde. En daar wordt natuurlijk niet over gesproken, niks aan gedaan, want mannen onder elkaar, bla bla bla, die bla die bla. Ik heb een rapport gelezen van de Rekenkamer. Daar staat in dat mensen daar veel slechter uitkwamen als dat ze erin gingen. Kun je daar iets bij voorstellen? Ja. Ja. Hoe dan? Ik denk sowieso dat je een vorm van chronisch slaapgebrek oploopt. Want slapen is in stukjes. Nooit in één keer. Je slaapt op dubbelbedden. Dus als je bovenbuurman verdraait, of erger, dan ben jij wakker. Hoe is dat, het idee dat je gewoon geen eigen dak boven je hoofd hebt? Dat je gewoon altijd daar maar in zo'n loods moet slapen? Het heeft mij heel klein. Wat doet dat met je? Ja, het heeft me heel klein en nederig gemaakt. Want dan aan de andere kant, er was wel een bed voor me. Ik kon wel erg slapen. En het was de vraag of mijn dekbed er nog lag en mijn kussen en mijn laken of dat niet gejat was. Maar er was een plekje, bed 51 met kistje 51, dat was van Michiel de Vrij. Dus ja, er is gewoon heel weinig en dat heb je. Nou, probeer daar maar een feestje van te maken. Dat heb ik geprobeerd. Er zijn altijd mensen waar je wel een praatje mee kan maken. Niet te lang, hoeft dat niet. En wat is er mis mee met heel erg stil zijn? Ik bedoel... Okay. Maar mensen komen daar dus slechter uit als ze erin gaan. Ja. Nou, heb jij er maar 6 weken in gezeten? Wat denk je dat dat doet met mensen die daar echt een jaar zitten of zo? Het ondermijnt je zelfvertrouwen, om te beginnen. Ik denk dat alle mannen, ook al laten ze het niet merken of zeggen ze niet, een beetje bang zijn. En je wordt wanhopig na verloop van tijd, want er zijn 9 organisaties die zich met je bemoeien. Ze hebben allemaal trajecten en protocollen en je zit daar maar in die Zilverstraat. Ja. Dus je vertrouwen in het systeem neemt af. Je vertrouwen in de maatschappij neemt af. Want je ziet, je wordt als dakloze bekeken. En als dat te lang duurt, ja, dat is gewoon niet goed voor je. Nee. En dat slaapgebrek. En dan zit je overdag te knikkenbollen op de Wagenstraat. Dat is niet goed. Dan slaap je ook niet lekker. Op de Wagenstraat, wat gebeurt daar? Want dan lig je lekker zo te pitten. En dan komt er iemand voorbij die keihard op je tafel slaat. Ja. Dat is leuk. Dan schrik je wakker. Maar er zijn geen activiteiten, zeg maar. Nee. Je komt daar binnen, je gaat daar koffie drinken. En je gaat daar koffie drinken. En roken. En verder? En roken. Verder niks. En een beetje vervelen. Dat is het. Zijn er geen mensen om iets met je te doen of zo? Ik weet niet precies wat de mensen die daar doen nou precies doen. Dus ik weet dat ze een heleboel registreren in een fantastisch computerprogramma. Ik weet dat ze allemaal stuk voor stuk lieve mensen zijn.
Maar ik geloof niet dat het goed uit de verf komt wat nou eigenlijk de zorg moet zijn. Namelijk zo snel mogelijk uit de nachtopvang. Ja. Dat moet toch de hoofdprioriteit zijn, lijkt mij. Want jij bent eruit gekomen, hoe is dat gelukt dan? Kamertje huren. Niet wachten op instellingen, kamer huren. Maar je had geen geld? Geregeld. En een beetje gaan schilderen. En gewoon niet naar de mensen luisteren. Want wederom, ik ben ervan overtuigd dat ze het goed bedoelen, maar iemand een traject beloven wat niet kan, dat heeft weinig zin. Dat is wat ik veel heb gehoord. En hoe zou je die mensen omschrijven? Zijn ze allemaal in de war? Verslaafd? Psychische problemen? Percentages vind ik lastig. Ik denk dat het gros van de mensen een dubbele problematiek heeft, namelijk verslaving en psychisch. Ik denk dat die twee hand in hand gaan. Allemaal bijna economisch dakloos. Er zijn ook een heleboel mensen die ex-gedetineerd zijn of ex-opgenomen en aan hun lot zijn overgelaten. Die laatste twee categorieën, dat begrijp ik niet. De maatschappij die daar faalt. Maatschappij en het systeem. Want één ding, en dat is me nou ik afgelopen weken een paar keer ingesproken bij raadsvergaderingen en zo. Je kunt natuurlijk de overheid allemaal kwalijk nemen. Ja. Maar het zijn ook de mensen. Ik heb een tijd in Duindorp gewoond. Welke mensen bedoel je? De mensen die daar werken? Nee, gewoon alle mensen. Wij, de mensen. Wij. Ik heb een tijd in Duindorp gewoond en daar zag ik wel eens iemand in een theedoek met een pannetje over straat. Want ome Dick moest ook wat eten. Ja. En hebben we allemaal een heel erg commentaar op Duindorp. Dat zijn allemaal Mongolen en halve zotten. Maar dat doen ze maar wel mooi even. Ja, dat zie je niet in hier. Ik zie nooit hier iemand met een pannetje over de kiezenkamer. Maar dat is wel iets wat de overheid graag ziet. Hè? De IKEA-maatschappij, dat je alles zelf moet doen. Ja, maar wat is daar mis mee? Zou je denken dat als mensen meer naar elkaar om zouden kijken, dat minder mensen dakloos zouden zijn? Ja. En kijken waarom worden mensen dakloos? Omdat de curators op straat zitten. Nee. Als iemand een paar duizend euro schuld heeft en als een curator komt kijken, is het vaak verdriedubbeld. Dan gaat er dus een markt in. Wat heb je heeft voor zin om iemand op straat te zetten, vervolgens in een heel duur traject te douwen wat een jaar duurt en weer opnieuw in te richten? Weet je hoeveel dat kost? Ik denk dat het slimmer is om te zeggen, wat is je achterstand? Pats. En nou niet meer doen. Geef zo'n persoon eens een kop koffie. Ja. Heb je trek in een broodje? Geen geld geven, daar wordt drugs van gekocht. Ja. Maar gewoon eens weer een zak appels. Of heb jij zin om te komen douchen? Zoiets. En dan zal er echt wel eentje tussen zitten. Die je beter niet in huis die je hele huis leeg had. Ja. Zulke broeders zijn er ook tussen. Ja, hoe zie je de rest van je leven? Daar is nu weer ruimte om over na te denken. Er is een jongensdroom, dat is schrijver worden. Of invullen, misschien ben ik het al, moet ik het alleen doen. Want je hebt al een verhaal te vertellen. Ja, denk het ook. En de laatste paar dagen denk ik er wel over na, misschien moet ik gewoon weer KVK inschrijven en gaan ondernemen. Maar hoe dat dan eruit moet gaan zien, weet ik nog niet. Maar ik word 56 volgende maand. Te jong om achter de luxe flex te zitten, dat is ding wat zeker is. Voor mijn gevoel kan ik nog tot mijn 75ste door. Zo voel ik me.